Ja, ik zit te wachten op die doorbraak. Ja, dat zit ik ook op de wacht. Wat heb je dan lopen doen? Dan sta je er weer wel in, dan sta je er weer niet in. Maar dat heb jij toch ook wel eens een minder periode? Nee. Nee, niet zo erg als jij. Moet je dan anders over. Ga dat veld op, pak die bal, maak die actie en huppakee. De opvolger van Overmars, hij gaat het maken. De man op links bij Ajax. En dan niks. Nee, dat heb je gelijk. Ja, wat heb je nou laten zien dan? Niet veel. Heb je al gescoord? Ik heb dit jaar nog niet gescoord. Je hebt nog geen goal gemaakt. Nog geen voorzet gegeven, waarom doen we het uit dan? Nog niet eens een voorzet gegeven, maar een goal uitgekomen is. Ongelooflijk. Nou, als hij voorkomt, dan gaat hij naast. Nou ja, hier ben ik geboren. In deze buurt ben jij deze geboren? In deze buurt ben ik opgegroeid, ja. En waarom is het hier allemaal met zand, weet ik veel? Ja, het heeft altijd gif in de grond gelegen hier. Oh, hier? Ja. Hier ben jij geboren? Ja, het huis op de hoek? Ja. Ik heb hier een bal. Ja. En ik stel voor dat jij, want jij bent dus als voetballer dat huis uitgegaan, ja. Met bal en al, ja. Dat jij ook weer de bal terugschiet in het huis. Het is een soort symboliek, dat, nou, dat is, dan die cirkel weer helemaal de rond, cirkel is. Weer rond is. Ja. Ja, doen we. Ja? Oké. Okay. Goed, ik ga even de ramen openzetten. Het is symbolisch bedoeld, hè? Ik snap het helemaal. Ja, hè? Ja. Even wachten, ik moet nog even omhoog, hè? Daar ben ik, Peter. Was dit jouw kamertje? Heb ik ook geslapen. Hier heb je geslapen, ja. Hè? Ja? Peter, hij moet naar binnen, hè? Ja, ja. Oké? Okay. Ja! Peter, geweldig! De cirkel is rond, Harry. De cirkel is rond! Oké. Okay.